Vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En vandaag heb ik een storytime voor jullie. Aangezien dat best wel vaak is aangevraagd. Ik heb een poll op Instagram gedaan. En daarin werd heel vaak gezegd dat ik storytimes moest doen. Ik heb soms vaak best wel veel te vertellen. En dat is ook de reden waarom ik met YouTube ooit ben begonnen. Maar soms weet ik niet waar ik over moet vertellen. Omdat ik zoveel heb te vertellen. Maar vandaag ga ik het hebben over de ziekte van Pfeiffer. Omdat ik niet zo heel lang geleden de ziekte van Pfeiffer had, heb. Ik weet het niet zo goed onderhand. Maar laten we gewoon beginnen vanaf het begin. Het moment dat je erachter komt dat je de ziekte van Pfeiffer hebt. En dat je niet weet waarom en hoe dat nou kon gebeuren. Dus let's go. Het begon zeg maar, ik zat op school en ik had heel veel last van mijn nek. En ik had de lymfeklieren, of hoe dat ook heet, waren helemaal dik en opgezwollen in mijn nek. En het deed heel veel pijn. En als ik het aanraakte, deed het nog meer pijn. Kon niet zo doen, kon niet met mijn nek bewegen. Deed heel veel pijn. En ik dacht van ja, wat kan dit nou zijn? Ik heb gewoon even een pijntje in mijn nek of zo. Dus ik heb mijn moeder van ja, mijn nek doet pijn en mijn lymfeklieren zijn opgezwollen en zo. En toen zei zij gelijk van ja, misschien heb je wel de ziekte van Pfeiffer. En ik was echt van wat? De ziekte van Pfeiffer? Hoe en waarom? Ik wist echt niet waarom en hoe ik daar aan moest zijn gekomen. Maar in ieder geval, ik ging naar huis en we gingen naar de dokter. En toen heeft de dokter me naar het ziekenhuis gestuurd om bloed te prikken. En toen ging ik bloed prikken. En ik ben echt heel erg naar van bloed prikken en naalden. Dus ik kwam er helemaal duizelig weer uit. Maar we gingen dus weer terug naar huis en de uitslag zou in een week komen. Alleen, dat duurde een beetje heel lang, want ik weet eigenlijk niet waarom. We hadden een paar keer gebeld of ze de uitslag al hadden, maar ze hadden het steeds niet. Dus toen zat ik een keer 's ochtends. Ik voelde me heel ziek en heel naar, misselijk, hoofdpijn, moe. Gewoon echt, dat kun je niet omschrijven. Zat ik op de bank en ik had ruzie met mijn ouders omdat ik gewoon echt niet naar school wou. Omdat ik kapot was. Ik voelde me niet lekker, ik voelde me slecht. En ze geloofden me gewoon niet. En ze zeiden van ja, je gaat gewoon naar school. En niks mee te maken, je hebt waarschijnlijk niet eens Pfeiffer. Dus je gaat gewoon naar school. En toen zei mijn moeder van ja, maar laat ik toch maar even de dokter bellen. Dus zo heeft ze de dokter gebeld. En toen hadden ze de uitslag. Dus mijn moeder komt terug en ze zegt van ja, nou, eigenlijk toch wel gelijk. Ze hadden allebei excuses aangeboden. Of alleen mijn moeder, dat weet ik niet meer. Dat ze zo tegen mij deden dat ik niet naar school wou en dat ze het onzin vonden. Maar dan hadden ze dus excuses aangeboden. Want ja, ik voelde me gewoon echt heel erg slecht. En dachten dat ik natuurlijk schoolziek was of zo. Maar nee, ik voelde me gewoon echt, dat is gewoon echt niet omschrijven hoe je dan voelt. In ieder geval, toen ben ik in bed gaan liggen en toen heb ik denk ik de hele dag geslapen bijna. Of de hele dag in bed gelegen sowieso. En ik had een afspraak met school dat ik alleen op dinsdag en donderdag 2 uurtjes naar school hoefde te komen. Om 1 uur, dat was wel chill, dan kon ik uitslapen en dat ging wel goed voor mij. Maar het naarste van alles was nog, behalve het moe zijn, dat ik elke nacht misselijk uit bed kwam, kotsmisselijk was en naar de wc rende. En ja, dat was eigenlijk gewoon een beetje misselijkheid. En dan ging ik even op de wc zitten, een half uur of een uurtje, en dan was de misselijkheid weer weg, zonder dat ik überhaupt hoefde over te geven of zo. Ik weet niet of dat aan mij ligt, of ik niet hoefde over te geven, maar ik hoefde gewoon niet over te geven. Ik ging gewoon weer naar bed en dan werd ik een beetje rond 2 uur 's middags weer wakker. Dan ging ik een beetje YouTuben en dan ging ik een beetje eten, dingen doen en dan zodra ik weer in bed lag te chillen viel ik weer in slaap. En ja, zo was het eigenlijk voor mij. Ik denk 2 maanden, zo ging het. En toen had ik zoiets van ja, maar nu wil ik eigenlijk wel weer naar school, want ik mocht niet afspreken met vrienden. Ik mocht eigenlijk helemaal niks. Dus ik dacht van ja, ik wil weer naar school. Want nu mag ik weer met vrienden afspreken. Dus dat heb ik toen gedaan. En ik was elke keer kapot toen ik thuis kwam. En moe. En ik ben ook zo'n debiel geweest om alcohol te drinken terwijl ik Pfeiffer had. En dat is dus echt een no-go. Dat moet je dus gewoon echt niet doen. Dat is heel slecht voor je. En ja, toen nadat ik alcohol had gedronken, heb ik echt een week doodziek. Nou ja, niet doodziek, maar gewoon echt, ik voelde me gewoon echt heel slecht. Dus daar had ik achteraf gezien wel spijt van. En behalve dat ik Pfeiffer had, heb ik ook een andere vermoeidheidsziekte erbovenop.
ME heet dat of zo. En dat maakt het allemaal nog veel erger en zo. En ik heb nu nog steeds denk ik een beetje last van de nasleep of Pfizer zelf. Ik weet het eigenlijk niet. Ik moet weer bloed gaan prikken. Maar elke keer als ik van school kom ben ik doodmoe en dan ga ik slapen. En dan ga ik gewoon 2-3 uurtjes slapen, want dan ben ik gewoon moe. En ik heb ook heel vaak nog dat ik misselijk wakker word of misselijk word midden op de dag of zo uit het niets. En hoef ik niet overgeven of zo. Het is gewoon heel kut als je dat hebt. Maar even om terug te komen. Hoe heb ik Pfizer gekregen? Eigenlijk hebben wij geen idee. Maar we vermoeden dat ik het op een feestje heb gekregen toen we beerpong aan het spelen waren. En dan drink je allemaal uit dezelfde bekertjes. Dus wij denken dat ik het daarvan heb gekregen. Alleen ik heb dus geen idee of dat zo is. Dus dat hebben we eigenlijk nooit kunnen vaststellen. Maar ja, voor degenen die het niet weten, Pfizer krijg je eigenlijk, of Pfizer, ik zeg alleen Pfizer, maar volgens mij is Pfizer, kun je eigenlijk krijgen door speeksel. En dat was dus raar dat mijn vriend het niet had, want ja, dat is gewoon een beetje vaag. Maar hij kon er dus iets beter tegen als ik. En ja, dat is eigenlijk mijn ziekte van Pfizer vooral. En ik hoop dat verder van jullie niemand dat krijgt. Want het is best wel kut. Maar als je school haat is het chill. Want dan kun je in bed liggen. Dus ja, dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik weet niet of het leuk genoemd kan worden. Of jullie het informatief vonden. Leuk om te horen een verhaal van iemand die Pfizer heeft gehad. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Een comment. Het zou ook wel lief zijn. En tot de volgende keer. Doei doei!